Goedendag. Kijk naar de weerswachting van Weerplaatsen.nl. We zien een dikke band met witte bewolking in de omgeving van Nederland. Dat hoort allemaal bij een frontaal systeem en dat zorgt vandaag voor bewolking en perioden met regen en motregen. De hele ochtend is het eigenlijk grijs en behoorlijk nat. Temperaturen kruipen daarbij langzaam omhoog. Ook vanmiddag regent het nog geregeld, maar aan het einde van de middag wordt het vanuit het westen droger en dan komen er ook enkele opklaringen. Maximaal lopen op naar zo'n 5 tot 8 graden. De wind draait van zuidwest naar noordwest en is aan zee af en toe krachtig. Vanavond enkele opklaringen, maar ook nog een paar buien. Temperaturen beginnen dan te dalen en in de nacht komt het kwik dicht bij het vriespunt in het oosten en zuidoosten. Daar kan het dan glad worden. Morgen veel beter weer. Enkel buitje, maar vooral droge periode met een van tijd tot tijd zon. Alleen in het zuiden is er wat meer bewolking. 4 tot 7 graden wordt het en de wind waait uit het noordwesten. Woensdag krijgen we een zuidwestenwind, zijn er perioden met regen, vooral later op de dag, en tegen de avond is er kans op een zuidwestenstorm langs de noordwestkust. Opnieuw 7 graden plaatselijk, maar donderdag en vrijdag is het 2 graden. Dan vallen er winterse buien, kan het wit worden door sneeuw. Ik ben Michiel Severin van weplaza.nl.